Dus ik ben ook een pechvogel. Het is er niet. Ja. Het is er niet. Dat kregen vandaag meer mensen te horen die naar een corona-zelftest op zoek waren. Door een ware run zijn de testen niet aan te slepen. Bij deze drogist in Haarlem moesten ze klanten dan ook teleurstellen. Wij hebben deze niet in de winkel liggen op dit moment. Dat komt door een leveringsprobleem. Terwijl er wel heel veel vraag naar is. Dus dat is echt best wel vervelend voor de klant ook. Ik ben een paar winkels ingegaan en het is overal uitverkocht. En er is gewoon een rush op. En die rush, die toeloop, die komt ook door de vakantie. En ook bij de apotheek is er veel vraag naar de zelftesten. Zo zijn er vandaag al tientallen belletjes geweest met de vraag of de voorraad weer verstrekt is. Je merkt dat het nu de laatste tijd toch veel harder gaat. Dus het is heel snel op en we kunnen niet aan hele grote aantallen komen. Dus het komt af en aan met kleine porties. En dan moeten we sommige mensen teleurstellen dat ze ze niet hebben op dat moment. Omdat er een beperkte hoeveelheid beschikbaar is, werken apotheken in de regio samen om te zorgen dat ze toch iets op voorraad hebben. Nu hebben we er weer een paar honderd stuks vanuit de Heemsteedse apotheek die deze kant op komen. Maar goed, dat is wel het enige wat we tot nu toe hebben. En als ze dan weer binnenkomen, moet je er waarschijnlijk snel bij zijn. Ik denk dat het dezelfde dag wel al uitverkocht weer is. Want we krijgen soms ook telefoons of mensen het apart kunnen leggen. En dat kan op dit moment ook niet, doordat er gewoon zo erg een tekort aan is. Dan is er weer de run. Ik denk, verwacht dat het weer binnen een paar dagen op zal zijn. Zeker, ja.